Ja, en dat ziet er gewoon prima uit. In Thuiswonen met Dementie laten we zien wat u kunt doen om comfortabel en veilig thuis te blijven wonen. In deze aflevering krijgt u informatie en tips over thuiswonen met dementie. Iedereen vergeet wel eens wat, maar wanneer moet u zich zorgen gaan maken? Vergeetachtigheid kan overgaan in dementie. En dementie is een beeld waarbij je de last van hebt, waarbij je ook de omgeving of de persoon zelf merkt van er is wat aan de hand. Vergeetachtigheid hebben we allemaal. Dat we even vergeten zijn, een bepaalde naam of wat zouden we ook weer halen uit de keuken. De huisarts en praktijkverpleegkundigen werken nauw samen op het gebied van dementie. Als u zich afvraagt of er sprake is van gewone vergetenachtigheid of van dementie, kunt u hen raadplegen. Nee. In principe ben ik er vooral dus om de diagnose helder te krijgen. Ik doe een zogenaamd EasyCare instrument wat ik afneem met een groot vraaggesprek wat ik met de patiënt doe. En daarnaast dus de geheugentest. De geheugentest die ik met haar had afgenomen. Kan de patiënt zelf iets doen? Gezond eten en drinken, veel bewegen, sociaal actief blijven. De precieze oorzaak van het verouderingsproces en de eiwitklontering in de hersenen, zoals bij de ziekte van Alzheimer, dat is nog niet opgelost. Als dat zo zou zijn, dan zou de behandeling ook dichtbij zijn. Maar als algemene preventieve maatregelen zijn dat wel de bekende dingen die mensen zelf kunnen doen. Bij twijfel, als we de diagnose zelf als huisarts niet goed kunnen stellen, of als mensen relatief jong zijn, dan gaan we graag op het geheugencentrum terugvallen, waarbij dan al of niet met aanvullende beeldonderzoek in kaart wordt gebracht wat er aan de hand kan zijn. Mevrouw van Velsen. Goedemiddag, Danielle van Dort. Hallo. Gaan we hier naar binnen. Ik zou u zo meteen willen vragen om de cijfers in volgorde met een rechte lijn met elkaar te verbinden. Dus mevrouw van Velsen krijgt een neuropsychologisch onderzoek. En zij heeft zich gemeld vooral met geheugenproblemen. Maar we kijken eigenlijk altijd in bredere zin naar het functioneren van de hersenen. Omdat geheugenproblemen kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook deel uitmaken van een bredere problematiek. Dat wil zeggen dat ze geheugentaken moet doen. Maar ook taken die gericht zijn op taalonderzoek, taken gericht op aandacht en concentratie. Complexe hersenfuncties zoals plannen, structuur aanbrengen. Ja. Zullen we het nog een keer proberen? Ja. Komen ze. K, Roem, Snor, Rek. Dan weet ik niet. Nee, het is op. Het is op, ja. Die resultaten die vergelijken wij met vrouwen van haar leeftijd en haar opleidingsniveau. En op basis daarvan kunnen wij dan zeggen van, hey, is er iets aan de hand? Is het normale veroudering of kan dit wijzen op eventueel vormen van dementie? Kunt u ons vertellen waarom u naar ons gestuurd bent? Nou, ik kan het slecht onthouden. Dementie is niet alleen korte termijn geheugenklachten. Er moet sprake zijn dat er meer zaken niet goed gaan. En daarbij kan je denken aan dat de planning niet goed gaat. Dat iemand niet meer goed kan autorijden. Maar soms komt het ook voor dat iemand regelmatig valt als uiting van dementering. Dus het is een diversiteit aan klachten en niet alleen korte termijn geheugenklachten. Heeft u wel eens wat aan uw vrouw gemerkt toen zij viel? Zag nee, u iets? Nee, helemaal niks? Niks. Nee. Ik zie elke dag wat er aan de hand is en het wordt alleen maar erger en niet eerder. En dan samen fietsen. Een elektrisch fiets gekocht. Nou, vanaf november niet meer gefietst. Er is er niet meer. Het wordt echt beperkt alles. Maar juist mensen waarvan je zegt, er zijn wel al beginnende klachten, maar ze zijn nog niet dement. Nou, dan kunnen we ze allerlei strategieën aanreiken, waardoor ze hun klachten beter kunnen hanteren. Het is niet alleen maar om de loep te leggen op wat fout gaat, maar juist ook van, hey, wat gaat er nou wel goed? Wat kunnen we eventueel met behandeling en begeleiding nog doen? Als u terugkijkt, de geheugenklachten, hoe lang speelt dat al? Dat is misschien wel een jaar of vier geleden. Nou, ik was bij een toneelclub en op een gegeven ogenblik, ik kon niks meer onthouden. Dan ben ik in de 40 jaar bij geweest, dus dat was zo in één keer afgelopen. U was van uzelf gewend dat u die teksten goed kon onthouden, natuurlijk. Ja. En dat ging niet meer? Dat ging niet meer, nee. En dan gaan we even op de gang kijken hoe het lopen gaat.
We hebben een vrijstaand huis met een tuin. En als dat buiten niet meer kan, ja, dan... En zij kan naar binnen niet meer, dan houdt het op. De diagnose dementie betekent niet meteen dat je niks meer kan. Dat is echt het eindstadium. En in dat voorstadium zijn er nog heel veel mogelijkheden die je zelf kan doen. Het is niet zo dat je niets meer kan leren en dat je niets meer kan. Alleen, er zullen handicaps in de loop der tijd optreden. Heeft u problemen met het vinden van de weg buitenshuis? Nee. Nou, als ik dus bijvoorbeeld thuis kom en ik leg mijn portemonnee ergens neer waar die normaal niet ligt, nou, zoek ik me, ik weet niet wat, want dan kan ik hem echt niet meer vinden, hoor. Ik wilde wat vragen stellen over uw algemene gezondheid. Voelt u zich moe? Ja. Wat heb je aan een diagnose? Begrip. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar dat heeft tevens tot gevolg ook veel onbegrip. De omgeving begrijpt het niet altijd. Er komt steeds meer op de schouders van de mantelzorger terecht. Terwijl we dus wel steun zowel voor de patiënt kunnen leveren als voor de mantelzorger. Iedere dag dan denk ik, nou, morgen doe ik dit, morgen doe ik dat. Maar nee, dat komt gewoon niet. Nee. Op dit moment kunnen wij dementie niet genezen. Dus we kunnen alleen ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk gewaarborgd blijft en dat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Wat kunt u zelf doen om zoveel mogelijk vitaal te blijven? Wij vroegen het professor Erik Scherder. Mijn boodschap is, kom uit je stoel. Dus we zien wat niet bewegen betekent. Dat is echt niet wat je wil. Maar elke vorm van bewegen is meegenomen. Het liefst heb ik zo'n 25 minuten achter elkaar, half uurtje, achter elkaar. Dat is ideaal. Maar als u zegt, van met haal ik niet, dus dan blijf ik maar zitten. Dan zeg ik, nou nee. Dan is natuurlijk elke vorm van een stukje lopen naar de keuken en weer terug. Zelf je appels schillen of de aardappels of koken. Het is allemaal activiteit die je brein zeg maar inspant, uitdaagt. Ja, dat is natuurlijk ideaal voor die hersenen. Het half uurtje is belangrijk omdat het hele systeem, zeg maar ook die chemische huishouding in je hersenen, die heeft een beetje tijd nodig om goed op gang te komen. En dan krijg je pas dat effect. Dus kijk wat u vooral prettig vindt, dat is natuurlijk fijn als u het leuk vindt, en wat het dichtstbij is. Dus als u zegt lopen is voor mij toch dichtbij, dat doe ik namelijk nog wel, ook om, misschien met moeite, met een rollator. Maar ik kan het, hoef ik verder niks anders, prima, dan zou ik zeggen, doe dat. Als u zegt, nou lopen, ja nee, dan moet ik, maar ik tuinier graag. Ja, dan ligt dat toch erg voor de hand. Dus kies wat u denkt, dat kan ik bijna elke dag doen. Ik vind het nog leuk ook. Het is het meest praktische misschien ook. Ik vind het wel niet leuk, maar wel het meest praktische. Is ook goed. Als u maar kijkt of het lukt om het door de dag heen in een beetje in uw leven in te bouwen. Dat zou prachtig zijn. Het is niet zo dat je als je beweegt dat je dan nooit de dementie zou kunnen krijgen. Dat je daarmee dementie kunt voorkomen. Maar het gaat bij bewegen vooral om de risicofactor. Denk aan hoge bloeddruk. Hart- en vaatziekte, suikerziekte type 2. En dat zijn, dus de ouderdomssuiker, dat zijn de risicofactoren. Dus nog voordat er een dementie is, maar ook als er een dementie is, blijft het belangrijk om die risicofactoren, om die zo klein mogelijk te houden. Niet alles is onderzocht, dus daar moet je altijd voorzichtig in zijn. Maar lopen bijvoorbeeld is onderzocht, of een combinatie van lopen met oefeningetjes op een stoel. Tuinieren is ook wel onderzocht, want als je natuurlijk een half uurtje tuiniert, dan is het spitten en misschien het gras maaien en nog het onkruid eruit halen. Dat is best een inspanning. Fietsen is ook wel goed onderzocht. Het gaat eigenlijk om de inspanning die je levert. Dus ook al ben je wat moeilijk ter been, maar als u toch in staat bent om dan te lopen, gaat het juist om die inspanning die u levert. En die inspanning, dat doet uw hart harder kloppen. Het hart zorgt weer voor een betere doorbloeding van de hersenen. En daar zit dan precies ook dat effect. Dus dat niet mensen denken, nou ja, maar ik beweeg niet zo goed meer. Dus het zal voor mij niet gelden. Dan is mijn antwoord nee. Juist ook voor u, als u minder goed beweegt, zou het geweldig zijn als u probeert om die beweging erin te krijgen. Hoe kunt u uw huis dementievriendelijk maken? Ergotherapeut Nienke geeft praktische tips. Het kan zijn dat mensen met dementie slechter gaan eten. Betrek ze bij het bereiden van een maaltijd en het dekken van de tafel. Zorg ervoor dat het gezellig is aan tafel en overbodige geluiden zoals bijvoorbeeld de afzuigkappen weg zijn. Gebruik bij voorkeur rood servies. Dat trekt de aandacht waardoor mensen met dementie beter kunnen eten. Okay.
Buiten zijn is voor iedereen fijn, dus ook voor mensen met dementie. Zorg er in de tuin voor dat er het hele jaar door iets te beleven is. Bijvoorbeeld door bloeiers, een kruidendeel in de tuin of fruitbomen. Zodat er ook vogels of vlinders en insecten op af kunnen komen. Zodat je iets kan zien. Het kan zijn dat mensen met dementie 's nachts onrustig zijn. Bijvoorbeeld omdat ze naar het toilet moeten. Zorg er dan voor dat de route naar het toilet goed verlicht is. Zodat vallen wordt voorkomen. Het kan zijn dat mensen met dementie verdwalen. Om er dan toch voor te zorgen dat mensen de weg terug kunnen vinden, zijn er allerlei elektronische oplossingen. Maar je kan er ook voor kiezen om naam en adresgegevens en telefoonnummer op een papiertje te schrijven en dat in een jaszak te stoppen, zodat andere mensen die persoon weer thuis kunnen brengen. Voor meer tips, kijk op de website langzultuwonen.nl. Als u nog thuis kunt wonen, maar niet alles meer zelf kunt, dan kan thuiszorg u helpen. Nou, zondag hebben we gehad. Dan was u alleen. Een thuiszorg is eigenlijk zorg die thuiszorg verleent. Eigenlijk alles wat komt kijken bij wat om iemand zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat zit niet alleen iemand helpen met wassen, aankleden, maar ook zorgen dat iemand veilig thuis woont. Bijvoorbeeld medicatie goed kan innemen. Of andere hulpmiddelen om te kunnen bewegen. Moet je wat helpen bij maaltijden of iets contact onderhouden met andere organisaties, met huisartsen. Dus ja, eigenlijk alles wat maar een vraag kan zijn van een cliënt om thuis te kunnen wonen. Ja, het is heel verschillend inderdaad hoe wij worden gevraagd. Soms maakt familie zich zorgen om een situatie en die klopt bij ons aan van kunnen ze komen kijken bij onze ouders of bij de buurvrouw maken ons zorgen om. Ja, en dan is het maar net, hoe kom je binnen inderdaad? Dan staan er geen open armen. Maar dan word je met argwaan bekeken van, wat kom je hier doen? Ik red me prima. En aan de andere kant zijn soms cliënten zelf die inzien van, ja, ik moet toch een beetje hulp accepteren. Wil ik thuis kunnen blijven wonen? Hoeveel broodjes wilt u? Twee. Twee? In Gunstelaar. We hebben inderdaad scholing gehad. En daar leer je ook al kijken naar praktische dingen, hoe je kunt helpen. Zal ik u nog even wat fruit klaarleggen? Dan kunt u zelf straks lekker klaarmaken. Een hele simpele handeling. We leggen 's ochtends gesneden fruit klaar. Doordat wij dat fruit daar neerleggen, dan denkt de cliënt aan van, oh ja, daar moet ik op eten. Een soort van prikkel eigenlijk. Hoe pak je de inrichting aan in een huis? Of wat kun je nog betekenen aan dagbesteding? Dat gaat heel breed. Kunt u zelf zo redden? Ja. Wat wij ook veel inzetten bij cliënten is om te wennen aan wat structuur door middel van een kalender. Het is vandaag dinsdag. Eigenlijk voor alle vragen die er zijn, met betrekking tot de cliënt, maar ook voor de familie. Hier gewoon opdrukken. Die? Ja. Oh ja. Dag, Jacqueline. Ga dan op een mooie beeld. Heb je nog wat gedaan vandaag? Ja, haken. Door de tablet kun je dus zowel contact maken met de kinderen in ieder geval die verder weg wonen, maar ook wat dichterbij. Maar ook zelfs met kleinkinderen, die zijn er helemaal mee opgegroeid. Die vinden het juist ontzettend leuk om met opa of oma skypen. Ja. Het vergroot eigenlijk hun wereld. Maar je kunt er ook spelletjes mee doen. Je kunt er nieuws op kijken, geheugentraining. Daarnaast is er natuurlijk ook voor de zorgverlening. Dat wij dus een contactmoment kunnen hebben met hun. Dat we eventjes kunnen praten. Hoe is het? Hoe voel je je? En het is gewoon heel eenvoudig bedienbaar. Wat gewoon heel makkelijk te leren is, ook voor oudere mensen. In elke gemeente is het inderdaad wel een vorm van ondersteuning bij dementie. Of het nou het case management heet of dat er nu thuiszorg is. Thuiszorg kan ook de familie en partners ondersteunen met tips en adviezen. Het is eigenlijk meer thuiszorg van met steunkousen aandoen en weer weg naar een ander. Zeg maar dat beeld leefde meer bij mij. Maar nu je het zo ervaart, aan de lijf ondervindt, denk ik, ja, ze doen wel echt iets meer hoor. Ze doen echt heel goed werk. Ja. Maar wij vinden het eigenlijk belangrijk dat we het ook even via beeld laten zien. Geven we even uitleg over hoe de dementie, het brein, werkt. Anneke van der Plaats heeft daar een studie over. Maar wat gebeurt er precies in de hersenen wanneer er dementie wordt geconstateerd? We herkennen de prikkels en kunnen kiezen wat we met onze emotie gaan doen. Hem uiten, binnenhouden
Je vader heeft dit ook gezien. Waardoor wij ook een heel mooi gesprek hebben gehad met elkaar. En hij gaf ook echt wel veel herkenning aan. Op een gegeven moment kom je erachter dat, dat je moeder vergeetachtig wordt. In het begin nog niet helemaal, want mijn vader ving dat eigenlijk op. Hè. Als je mijn moeder wat vroeg, ze wist het antwoord niet, gaf mijn vader wel een antwoord. Toch ervaar je nu zeg maar, bij mijn ouders in dit geval van, weet je, we redden het zelf allemaal wel. Ja, dat klopt. Dus of de ernst van de situatie dan duidelijk wordt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb dus twee broers, die wonen in het Westen. Ik werk natuurlijk ook en op een gegeven moment, als mijn vader wordt opgenomen in het ziekenhuis, en dan kan ik ook niet constant bij mijn moeder blijven. Nou, en zo zijn we eigenlijk in contact getreden met Zorgaccent. Die kwamen om de zoveel uur even kijken hoe het met mijn moeder was. Dat ging helemaal niet. Nou ja, zo ging het dus met alle apparaten. Het zijn je ouders, dus je bent wel erg dichtbij. Dus je kan je ouders ook niet altijd alles vertellen. Hè? Want je wil de goede band met je ouders wil je ook in stand houden. Wij zitten niet in de sfeer zelf. Hè? Wij staan er buiten, waardoor je dus ook soms wat objectiever kunt bekijken. En soms ook signalen. Hè? We zien ze gewoon met elkaar omgaan. We zien de gesprekken met elkaar voeren. Maar het is wel heel belangrijk dat als hij dit, toen hij dit fragment zag, dat wel heel duidelijk was overgekomen dat hij positieve prikkels moet weergeven. Hè? Want ik heb mijn vader ook de afspraak van als hij eens een keer negatief is, dat ik dan gewoon tegen hem kan zeggen, oh, pa, positieve prikkels. Nou, en dat probeert hij ook. En voor hem is het natuurlijk ook heel lastig. He, want hij moet alle zorg moet hij ook thuis opvangen. Dat kan hij natuurlijk ook niet alleen. Alleen hij moet er gewoon voor openstaan dat mensen hem ook daarbij kunnen gaan helpen. Ja, maar eerst zit je in een ontkennende fase natuurlijk als partner zijnde, denk ik. Dat is ook gewoon heel logisch. Want je wil graag een partner naast je hebben. Je hebt natuurlijk ook geen ervaring. De mensen hebben genoeg ervaring en zijn professional. Dus als een goede sparringpartner en zij nemen een hoop werk uit handen. Want jij kan natuurlijk ook niet alles alleen. Kijk, en als mijn moeder alleen naar die dagbesteding gaat. Mm-hmm. Wij willen dat heel graag, want dat is ook beter voor hun, zeg maar. Klopt, ja. Maar dan laat ze mijn vader los. En dat is wel een probleem. Nou, dat is gewoon heel lastig. We kunnen gewoon heel veel betekenen. Ook door middel van gesprekken. Geven hun ook aan van hoe hun de situatie ervaren bij elkaar, bij hun ouders. Wij vinden het heel belangrijk om te kijken van hoe ervaart de cliënt, de dementerende, de omgeving. Ja, dus eigenlijk zeg je van hij beseft het eerst niet. Maar toen hij het filmpje zag van, even, dat gebeurt bij ons thuis eigenlijk ook. Ja. Kijk morgen ook naar de tweede aflevering van Thuiswonen met dementie. Ik woon nog thuis. Ik ben nu wel dement verklaard. Ik ben gewoon zelfstandig wonend en dat gaat prima. Waar ik woon in Vroeshoop is ook wel een dagbesteding. Maar dat is toch iets waar hij zich echt niet thuis voelde, omdat hij gewoon heel jong is. En ook voor jonge mensen is het gewoon heel belangrijk om begrepen te worden. Ik heb wel heel veel geduld en op een gegeven moment zeg ik, wow, hou je mond, schrijf het op. Ik zeg geen antwoord meer. Dat je kunt een stukje gebak krijgen voor Gering, niet, maar je zegt weer de vloer afwegen, dan denk ik niet meer aan dan nee. Vol tips en inspiratie om ook met dementie langer in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.